Aan de voet van de Veluwe, in het dal van de IJssel, ligt een eeuwenoud landschap. Gevormd door de rivieren en vastgelegd door mensenhanden, vind je er hooilanden omzoomd door hagen, een oud tichelgat en een beek die zich door de uiterwaarden slingert. Zo'n landschap is zeldzaam geworden in Nederland. Natuurmonumenten komt op voor deze bijzondere uiterwaarden door dit landschap te beschermen en verder te ontwikkelen. In de Velperwaarden krijgt de natuur de ruimte en kunnen stadsbewoners hun ommetje maken over de dijk of langs de rivier. Hoog op de Veluwe ontspringt de Roosendaalse Beek, die zich een weg baant door de Velperwaarden om in de IJssel uit te stromen. Op dit moment is met name dat laatste stuk van de Velperbeek is niet zo waardevol. Het is eigenlijk een soort sloot waar dat hele mooie water doorheen stroomt. En dat willen we in de komende jaren gaan veranderen. Dus dit moet eigenlijk een hele mooie monding worden waar dat water, dat schone kwelwater van de Veluwe weer vrijelijk de IJssel in kan stromen. De beek wordt schoongemaakt en krijgt meer ruimte. Langs de oever ontstaan natte gebieden waar de natuur profiteert van dit schone water. Daar ontstaan leefgemeenschappen van planten, insecten en vogels die samen voor een grote soortenrijkdom zorgen. Het wordt het ideale leefgebied voor de ijsvogel of de weidebeekjuffer. Ook de bever hoort thuis in deze uiterwaarden. Dus het feit dat we hier een prachtige natuurlijke delta kunnen realiseren van dat schone water uit die beek naar de grote rivier van de IJssel, ja, dat is iets, daar word ik helemaal warm van, want dat kun je eigenlijk in de rest van het IJsseldal kun je dat op dit moment niet aantreffen. Ons klimaat is op dit moment in hoog tempo aan het veranderen en dat betekent ook dat planten en dieren zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. En die IJssel die helpt hun daarbij. De rivier die neemt zaden mee van planten die nu nog niet in dit gebied voorkomen, maar hier door het water van de rivier wel worden afgezet en hier kunnen gaan groeien. En onder water zwemmen allemaal vissen en libellen die op die manier ook nieuwe leefgebieden kunnen koloniseren. En nou, voor sommige vissen is het bijvoorbeeld ook van belang om vanuit de rivier die beken op te trekken, zoals hier de Velperbeek, om daar eitjes af te zetten en jongen groot te brengen. Sinds jaar en dag vaart er bij reden een veerpontje over de IJssel. Ja, vroeger gingen hier ook heel veel mensen over om naar steenfabrieken toe te gaan. Nu liggen wij een groot gedeelte toeristische functie hier in de omgeving. Dus, zodat de mensen van het ene gebied naar het andere gebied kunnen fietsen. Ja, tot ziens. Tot ziens. Tegenwoordig zijn het vooral fietsers en wandelaars die met het veerpontje de rivier oversteken. Al in de 17e eeuw bracht het boeren naar de markt in Arnhem. Later maakten de arbeiders van de steenfabriek er veel gebruik van. Daar, bij het dorpje Latum, liggen de restanten van een oude steenfabriek. De Kop en Waard was één van de vele steenfabrieken langs de IJssel. De fabriek sloot in 1993 en sindsdien heeft de natuur het terrein in bezit genomen. De restanten van de oude steenfabriek worden weer zichtbaar en bereikbaar gemaakt. Aan de overkant van de rivier krijgen recreanten de ruimte op het kilometerslange struinpad langs de IJssel. Het Velperplasje langs de Broekdijk herinnert aan de baksteenindustrie.
Het is een tichelgat. Een put die achterbleef nadat er klei in de uiterwaarden werd gewonnen. Een ideale plek voor vogels om te broeden, te slapen, voedsel te zoeken of neer te strijken tijdens de vogeltrek. Ja, de vogelaar als ik, die struint toch graag hier door het veld op zoek naar zangvogels en trekvogels. Er is altijd wat te zien en het is gewoon een heel mooi gebied om te zijn. De meest bijzondere soorten die ik heb gezien waren de steltkluut, de poelsnip, van die hele zeldzame soorten die hier doortrekken of kortpleisteren. En daar komen altijd veel vogelaars op af. Zo leuk is dat om die soorten hier waar te nemen. En voor mij is dat heel dicht bij huis, dus ik kom hier heel makkelijk, meestal op de fiets. Door de waterhuishouding te verbeteren ontstaat een veel aantrekkelijker gebied voor vogels. In de plas blijft langer water staan en delen van de uiterwaard worden afgegraven. In het voorjaar ontstaan hier plasdrasgebieden voor weidevogels. Natuurmonumenten gaat de waterstand hier proberen te verbeteren de komende jaren. Die wordt dan stabieler en die soorten als grutto en tureluur en kieviet, die kunnen het beter treffen hier. Ik hoop dan ook dat de situatie zal verbeteren en dat die soorten weer terugkomen in de toekomst. Natuurmonumenten maakt in de Velperwaarde en in de Koppenwaard ruimte voor natuur. En nodigt bewoners en recreanten uit om dit waardevolle natuurgebied te verkennen. Om zomaar een ommetje te maken of wat af te koelen aan het water. De plan van de Velperwaarde van natuurmonument, dat is gewoon een goede ontwikkeling voor het toerisme. Voor iedereen is dat een pluspunt. Over 20 jaar ligt wat mij betreft dit gebied er compleet anders bij. Ik als bioloog loop hier dan rond en zie fantastische diersoorten als otter, bever, kwak, zwarte ooievaar. Eigenlijk de dingen waar we nu in Nederland een klein beetje van dromen, dat is waar we nu de basis voor leggen. En ja, de natuur is nu aan zet en over 20 jaar gaan we bekijken wat er van is geworden.